Ulrikus, Paulussen, hij hoeft maar één keer goed te vallen. Karstef, Bakura, en die krijgt er dan nog wel richting de doel, dat is al een wonder. Maar het zit er bijna op. Kolmstra, springen van Schaffier. Die van de lange mannen proberen te vinden. Op deze manier. Ja, hij heeft een beetje last van de keel. Het is pompen over zuipen. En dan stond die mag mee. De vijand moet nog even zinnen. Publiek gaat staan voor deze apotheose van een mooie middag. En die corner is dan wel zo slecht van Paulussen. Dat je denkt, hoe is het mogelijk? Dan heb je hier een voor de goal. Saltie hadden we. Dat was het zeker. Ik bedoel, dat gaat ook mee. Jongens, zeker. Spouwen. Uit te lopen, waardoor het tot het allerlaatste van ons vet bleef. Maar gelukkig waren we daar fysiek klaar. En dan hebben we daarin zitten. De vader is ook heel volwassen. Het was een mooi weer voor publiek. Fijn. Maar dan moet je niet doen. Dan gaan we toch voor de doelen houden. En ik vind dat wij dat gaan we toch nog mee klaarkomen. Meer pakken op ze. Zeg meer kroketjes pakken. Daar maken wij naam voor boven. Dat was dan besturen. Maar dan hier ook bij ons weggeven. Dat is zo zonde. Maar voor Ajax is dat je in één week tijd geen Europese stappen maakt. En in de competitie gewoon weer drie punten aan. Ja, ik heb al gezegd. Dit is een schijn. Dat is natuurlijk een ongelukkig voor hebben. Met ongelukkig bedoel dat ik vond dat meer kans hadden dan zij. Twee grote foutjes zelf maken. Smakelijk. Allee. Vind je zwaar? Was het wel, het was niet. Was het er goed. Nu dan de wedstrijd tussen Vitesse en Go Ahead. Vitesse was afgelopen week.